Hier is het, jongeheer Poes. Heer Olivier vond het wel niet nodig dat ik u uit bed haalde. En het is ook weinig ongepast, maar nood breekt wet, niet? Als ik zo vrij mag zijn. Heb je al iets gevonden, Tom Poes? De jonge heer Poes zoekt, heer Olivier. Schiet dan op, Tom Poes, ik kan zo niet slapen. Het is wel een vreemd verhaal, Joost. Weet je het zeker van dat wezen? Zwelbast. Het was de zwelbast. Ja, ja. Hoor het weg in de richting van de Zwarte Berg. Ja. Denkt u dat het terugkomt? Ik weet het niet. Als ik de politie eens verwittigde. Of het leger, wat denkt u? Het lijken inderdaad de afdrukken van twee grote voeten, Joost. Maar ik zou er nog maar niet met anderen over praten als ik jou was. Wie zou je geloven? Maar het gaat toch niet aan om met zulke grote voeten in andermans tuin te treden. Als ik de ombudsman hierover schrijf, dit is toch een schande. Hey, oh. Wat is dat? Een bal. Ik wist het wel. Kinderspel, kuilengraverij, die neefjes van je die gelogeerd hebben, weet je nog wel, Joost? Met hun zandvormpjes en schepjes. Niks, geen zwelbasten en voetafdruksels. Jij maakt een heer niet zo vlug zenuwachtig, Joost. Schaam je. Dankjewel, Tom Poes. Trek de voordeur zelf achter je in het slot. Wil je? Als je naar huis gaat. Ik weet nog niet. Dit ziet er niet uit als een gewone bal. Joost, doe het licht even uit, wil je? En sluit de deur achter je.